Bijna 2 jaar droeg de autogarage aan de overkant van het stadion van FC Volendam dezelfde naam als die van de hoofdtrainer. Maar sinds maandagochtend is dat verleden tijd. De club heeft met onmiddellijke ingang Robert Molenaar op non-actief gesteld. Pijnlijk, want ja, dit is altijd gewoon kloot. De trainer zag het slechte nieuws niet aankomen en spreekt in een reactie van paniekvoetbal. Na de mededeling vanochtend vertrok hij weer uit Volendam. Het is heel raar, met name die jonge jongens die vonden het ook. Weet je, hij staat vanochtend in de spelershome en hij zegt, ja jongens, ik moet weg. En hij loopt de deur uit en hij is weg. Ja, dat is gewoon het cruwe in de voetbalwereld en dat is gewoon hartstikke vervelend. Hoewel FC Volendam net als vorig seizoen in de nacompetitie speelt voor promotie naar de Eredivisie, mag Molenaar zijn karwei dus niet afmaken. De reden? Volendam won slechts 2 van de laatste 11 duels. En vooral het bedroefde optreden in de laatste 2 wedstrijden kostte de trainer de kop. We kunnen niet bewinnen van Achilles, we kunnen niet bewinnen van Top Os. En dan niet eens zoveel dat je niet wint, maar ook de manier van spelen. We dwingen niks af. En het is een gelaatheid, dat zie je ook afgelopen vrijdag bij Top Os. We scoren wel 2-2, maar er wordt bijna niet gejuicht. Dus ja, dan kun je wel doorgaan op de manier zoals we nu gaan. En zeg maar, we maken het seizoen af met Robert. Maar dan zijn we als de dood dat we zelfs een scenario krijgen dat we volgend jaar, of voor volgend jaar geen seizoenkaarten meer verkopen. Zoals ook afgelopen jaar hebben we 700 seizoenkaarten minder verkocht dan dit jaar. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor de club. Zo kijkt een club ernaar, weet je. En de voorzitter kijkt ernaar. En die hoort ook weer van andere mensen hoort die allerlei kritische geluiden. Ja, voor ons als spelers is het gewoon belangrijk dat wij ook gewoon in de spiegel kijken. En dat heeft de voorzitter ook gewoon gezegd, hoor, vanochtend. Want we kunnen het wel allemaal aan de trainer ophangen, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Wat ik net al zeg, de trainer heeft ontzettend veel goede dingen gedaan. En ik denk dat de spelers die er nu zijn, dat die later in de carrière nog wel denken van ja, die Molenaar, dat was nogal een van de betere trainers die we hebben gehad. In de thuiswedstrijd tegen MVV heeft assistenttrainer Berry Smit de eindverantwoording. Samen met Johan Steur maakt hij de rit af. Ondertussen vervolgt Volendam de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Want doorgaan met het duo Smit-Steur is niet de bedoeling. Dat is geen optie voor volgend seizoen. Okay, dus er komt een nieuwe hoofdtrainer één deze dagen, weken bij Volendam. Er komt een nieuwe hoofdtrainer die één deze dagen, maar één deze weken gepresenteerd wordt. En die was nu niet beschikbaar? Als zou hij wel beschikbaar zijn, dan kun je niet opzadelen met deze problematiek van deze 2 wedstrijden.